heeft het dus toch gedaan. Ik dacht dat ik Gerald kon vertrouwen. Nu heeft hij mijn geheimen hier verteld. En hij heeft me eigenlijk een bijnaam gegeven. Vanaf ik dus met de Comedy Glam bezig ben, heet ik Tante Tina. En al die aapjes daar noemen me echt Tante Tina. En ik dacht dat ik hottie genoeg was om gewoon Tina te zijn. Hallo. Goedenavond alle mensen. Alle lieve schattige mensen. Want ik zag zo net echt een dame zeggen, weet je, die bitch heeft niet gegroet. Ik ben netjes opgevoed. En daarover wil ik het vandaag met jullie hebben. Ik ben geboren in de jaren 60. Uit een gezin met 9 kinderen. 7 zussen en 2 broers. Mijn vader werd gek van die meiden in dat huis. Toch? Maar met mijn vader en mijn moeder erbij waren we een compleet elftal. En er waren regels, want mijn vader was streng. Ik heb een Duitse naam, dus je weet, ik ben Sieg Heil opgevoed. Hitler. Als mijn vader langsliep en een van de meiden was bezig maar een beetje zogenaamd sexy te doen, had mijn vader zoiets van, stop. Want nu was mijn ik kon wamperi. Toch? Je eerste diploma, je eerste man is je diploma. Daarom missen nu allemaal gaan scoren. Ik heb dat ding zo serieus genomen. Mijn eerste man, tweede man, derde man, buitenman. Dus op een bepaald moment had ik zoveel man. Maar een echte man, er zit een lekkere hier. Maar een echte man, die was er niet bij. En toen begon ik te twijfelen aan mezelf. Look on me. Ik dacht, iets klopt niet. En je weet, als je als vrouw... Relate with me. Als je als vrouw, als je denkt, iets klopt niet, wat doe je? Ik heb een spiegel genomen. Mansgrote spiegel. En ik ben in mijn naki ervoor gaan staan. Ik moest dat ding controleren. Ik moest dat ding checken. Dus ik ben begonnen. Ik zeg, ik heb echt haar... Mijn wenkbrauwen zijn echt. Mijn wimpers zijn echt. Dank je, Gudu. Ik heb nog al mijn tanden. Hey, het zijn geen siliconen hoor, die boeps zijn echt. Het mag er zijn. Luister, de rest moet je ook checken. Die oven. Dames, wanneer je je oven controleert, toch? Dan squat je half, dan squat je een beetje. En dan controleer je dat ding alsof je gynaecologie hebt gestudeerd. Dus toen heb ik aan een mattie gevraagd. Want alles klopte, boy. Alles klopte. Dus toen heb ik een mattie gevraagd. Ik zeg, bro, vawaka. Mina ma fino amang. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, je hebt te veel gestudeerd. Die mannen willen niet weten of je bachelor bent, of masters hebt, of whatever je titel is. Toch? Ze willen niet weten whatever je gestudeerd hebt. Die oven moet gecertificeerd zijn. Mitak ai. Dus de eerstvolgende goede kandidaat die langs is gekomen. Hey, Miuroka Ovo. Dat ding is een Daco 220 volt. Met bijstelknoppen. Ik kan zitten aan temperatuur. Het heeft een hele mooie inkijkraam. Het heeft grill en alles. Dus, hey, geloof me, aan het eind van dat ding... Parapapapa, he's loving it. Luister, ik ben nog steeds aan het oefenen. Maar tegenwoordig, ik weet vis te bakken in die oven. Pataka, mijn schat. Ik ben Tante Tina. Ik groet jullie.